Ik ben Scriba van de kerkenraad. En Scriba, dat is eigenlijk de secretaris van een bestuur. Mooie naam is dat, is het de Latijnse naam? Ja, klopt. Van de scribent, de schrijver. Ja. Het protestante kerkje, worden hier ook nog missen gegeven? Zeg je dat ook zo, missen? Wij noemen het een kerkdienst, maar het komt op hetzelfde neer. Ja. Er is elke zondag een kerkdienst, ja. Ja. En daarbuiten, wordt kerkje ook vaak gebruikt als voor allerlei culturele activiteiten? Dat was tot 1 januari, daar zijn we helaas mee gestopt, omdat we onvoldoende vrijwilligers hebben die dat uitvoeren. Het wordt nog wel gebruikt door een paar koren om te repeteren en voor de vergaderingen van de kerk zelf. Wat gaat er vandaag precies gebeuren? Vandaag gaan we het formeel het project afsluiten en ook het orgel in gebruik nemen. En we hebben daar een adviseur van het orgel die ook professioneel organist is. Die gaat op het orgel spelen, een concert geven. Hij is al aan het oefenen, dus we gaan even kijken. Ja, prima. Bijna 500 jaar oud, over 3 jaar hebben we feest. En is destijds gebouwd als Bagijnenkerk, als kerk voor de Bagijnen die hier gewoond hebben. En hier was ook nog een klooster in op de Bagijnenstraat. Dus daar hebben katholieken in gezeten. En daar hebben ook nog hugenoten in gezeten in de loop der geschiedenis. In de tijd van Napoleon heeft het zelfs nog als paardenstal gediend. Rond 1800 zijn de protestanten hierin gekomen. Die zaten voor die tijd in de Elisabethkerk. En de katholieken zaten toen nog hier. Maar met de scheiding van kerk en staat in 1800 heeft de grootste groep gelovigen de grootste kerk gekregen, de Elisabethkerk. En de protestanten moesten hier naartoe. De kerkenraad die beheert de hele, voor de geloofgemeenschap alle bestuurlijke activiteiten, frikte zij. En daar behoort ook het gebouw onder. Hoe belangrijk is dat het gebouw behouden blijft en zoals het dan ook nu gerestaureerd is? Ja, zoals het nu gerestaureerd is, vele gelovigen hebben daarin bijgedragen. Dus die verplichting heb je wel om dan ook goed voor de kerk te zorgen. Als monument goed behouden gebleven, maar toch onlangs gerestaureerd. Ja, eigenlijk blijf je met zo'n monument voortdurend bezig. In 2013 hebben we ook een grote restauratie gehad. En nu moest een deel van het dak, daar moest iets mee gebeuren. En met het orgel. Want het orgel is in 1800 uit de Elisabethkerk hier naartoe gekomen. Er is door meneer Tits een mooi orgel opgebouwd op de restanten die er toen waren. En was echt dringend aan restauratie toe. Ja. En vandaag de grote dag. Ja, vandaag mogen we vieren dat dit achter de rug is. En dat we dat ook allemaal hebben kunnen financieren met behulp van allerlei fondsen. Hè, sowieso de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gemeente Graven destijds nog. Maar ook allerlei andere fondsen. Gemeenteleden die veel bij hebben gedragen. En dat mag je ook vieren. Ja.